Het weekblad Story pakt uit met een reeks erotisch getinte sms-berichten die premier Leterme zou gestuurd hebben naar een minnares. Je zoenen hebben bij mij het ijs gebroken. Je kust heel lekker. Ik zal meer durven. Jij ook niet. Het laat weinig aan de verbeelding over. Yves Leterme zelf reageert geschokt en ontkent dat die sms'jes van hem komen. Maar Story schermt met een lijst van meer dan 800 berichten, het ene nog pikanter dan het andere. Die komen van een anonieme vrouw die beweert dat ze de minnares van Leterme was. De hoofdredacteur van Story is zeker van zijn getuigen. Wij hebben niet alleen die getuigen uiteraard, wij hebben sms'en die wij hebben kunnen checken. Op die moment was hij effectief daar. Wij hebben chatberichten tussen haar en de premier. Wij hebben de postkaart uit Singapore met het handschrift van de premier op. Dus er zijn meerdere objectieve elementen die duidelijk erop wijzen dat dit een sterk dossier is. De sms'jes zijn niet allemaal van amoureuze aard. Uit een van de berichtjes blijkt volgens Story dat Leterme zijn vermeende minnares aan een baan hielp bij Buitenlandse Zaken. Zeg, ik heb vandaag over jou gesproken op Buitenlandse Zaken. Ik ben aan het kijken voor een jaarcontract voor het EU-voorzitterschap. Ikzelf of zullen je daarover volgende week of zo bellen? Zeker is dat Story met deze publicatie een grens verlegt in de Vlaamse journalistiek. Het intieme privéleven van politici was altijd een beetje taboe. Als het verhaal van Story klopt, dan is er een journalistieke grens in Vlaanderen doorbroken. Want het is nog nooit gezien dat het privéverkeer, mail, sms of brief of telefoons van een eerste minister zomaar in de kranten worden geschreven, omdat het ook geen belang heeft, tot zolang het die politicus natuurlijk niet hindert in zijn doen en laten. Als zou blijken dat Leterme inderdaad zijn macht heeft misbruikt om iemand aan een benoeming te helpen, dan heeft hij een groot probleem. Maar de premier ontkent dus formeel.